Dametjes, dametjes, dametjes. Ook daar onder dat groene kastje. If only for the high, gonna let you in. Look up to the sky, do you see the light? Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Het is vandaag weer maandag 12 juli en we leven om 10:26. Rond 11:15 kan de eenvalster huishoudelijke zorg komen, want mijn andere heeft vakantie 2 weken lang. Dus ik moet het 4 keer met een andere doen. Ja, en we gaan niet in andermans poten bijten. Nee, niet nodig. En vooral nu niet, want ik heb er even geen zin in. Nee. Doe later maar. Doe je buiten maar, in de tuin. Ja. Wil er een naar buiten, maar die mag nog niet naar buiten. Ik ga zo eerst eten vangen, want anders gaat hij achter mij aan. Maar ik wens jullie ook weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel, want ik vergeet dat weer. Ja, het is benauwd en het is warm. Het is bij de poort 32 graden. Het is bewolkt, het is zonnig, het is grijs, het is grauw, het is alles een beetje... Ja, het is niet een heldere lucht. Het is ook scherpe lucht. Maar ja, daar kan ik er niks aan doen. Nee, ik ben ook geen weergod dat ik dat kan veranderen. Nee. En, nou ja. Dametjes, dametjes, dametjes. Met een kwispelend kontje. Dus ja, zoiets, ja. Maar, ik ga dus lekker even opschieten. En wat de dag ons brengen gaat, nou ja, ik weet het niet. We beleven het wel en ik neem jullie daar gewoon gezellig in mee. Dus ik hoop dat jullie mogen genieten van alles en nog wat. Zowel bij jullie zelf en zowel bij ons. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van ons. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, zo vanouds. Maar ja, in ieder geval heb ik Karin weer aan de telefoon. Mijn huis is inmiddels al schoon door de invalster van mijn huishoudelijke zorg. Ik zelf ben in de tuin bezig geweest. Gisteren was ik al aan die kant bezig, tegen de tuinkant zelf aan. Om het onkruid tussen het terras weg te halen, maar dat ligt er allemaal nog. Nou ben ik in de hoek bij de, hoe heet dat, bij de schuren begonnen. En dat kun je duidelijk het verschil wel van zien. Tot hoever ik ben gekomen. Ook daar onder dat groene kastje. Ja, dus dat stukje heb ik toch al aardig schoon. Al dacht ik het zelf. Maar ja. Nou, komt Marianne zo meteen, tenminste zo meteen, ze wou de bed even afhalen, vuile was in de wasmachine en die draaien enzovoort. Maar dan komt ze straks deze kant op en dan krijg ik een grote parasol, 2 tot 3 meter breed, weet ik veel. Ja, zo'n hele grote. Met voet. Zelf heb ik dat kleine rolding. Nou ja, dat is voor mij, dat ding dat waait hier alle kanten op behalve de groeien. En ik vind die grote wel lekker, want dan hoef ik niet iedere keer dat zonnescherm omhoog te halen, want dat is zwaar werk. En naar beneden gaan, dat is wel licht, maar omhoog weer. Dan moet ik zo met mijn hele gewicht eraan hangen. Nou, dat wil je niet weten hoeveel pijn dat kost en hoeveel energie. Dus ja, die parasol zal ook wel zwaar wezen, maar dat is eventjes erin zetten en dan... omhoog wippen en s'avonds er weer uithalen. Nou ja, dat is, hè, dat is denk ik lichter dan dat allemaal. Ja, want wat Marianne, die kent het ook en die zit ook met de rug te kampen en alles. Dus ja, deze heeft er 2. Eentje, die heeft zij zelf staan, maar dat is met zo'n hendel geen ze openmaken. En ik krijg dan die andere. Maar hij is net zo groot dan met die hendel. En zij heeft er aan 2 te veel nu in dat kleinere tuintje. Dus ik krijg die ene, tenminste, ik koop hem over. Ja.
En dat blijft erbij. .nl, dat moet kunnen. Ja. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik ga Karin, mijn meisje, mijn dochter waar ik zeer trots op ben, ga ik in dat spel, want zij speelt dat ook, ga ik haar even helpen, want ze heeft hulp nodig. Nou ja, gaan we dat dan doen? Ja! Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je dag en tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden. Dat Marianne die is ook al geweest. Ik heb nog iemand op visite gehad. Toen kwam Marianne en die heeft de parasol met voet gebracht. Parasol die hebben we maar even in de scheur gedaan, want ja, het is hier zo raar weer, dat wil je niet weten. Het is grijs, het is grauw, het is benauwd, het waait zo nu en dan, dus ja. Dat het waait, ja, wat moet je dan aan, weet je, moet je een jas aan, ja of nee. Er kunnen toch zoeken zijn, weet je niet. Dat ik neem mijn dunne jasje, dat zwart-witte, neem ik mee. En voor de rest ga ik gewoon zo, ja. De dames die ga ik dus uitlaten. En we zullen het beleven. Hè, dames? Ja, nou? Die ligt wel lekker op de grond en één op de bank. Ja, te wachten. Tot het vrouwtje eindelijk zover is. Ja. Maar dat komt allemaal goed. Ja hoor. Zo zeggen, lieve vrienden. Smakelijk eten. Bon appetit. En tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik zit weer met mijn schort om. Klaar voor de salontafel. Om mijn eten te eten. Ja, ik draai lief om. Kijk. Een wienersnetsel en spersieboontjes met spekkies, gebakken spekkies en gebakken sippeltjes. Dus dat wordt weer lekker, lekker, lekker. En een bak koffie erbij. Nee, ik heb geen wijn, want dat is op. Ik moet nog nieuw halen. Nou, dat komt wel voor de week. Met boodschappen doen. Ja, toch? Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik ben laat met eten. Ja. Helaas wel. Het is 7:15. Ja, nou ja, laat, laat. Normaal wil ik gewoon klaar zijn voordat goede tijden slechte tijden begint. Maar ja, dat heb nou de zomer stopt, dus ik ben sowieso klaar voor 8:00. Nou, dat is toch mooi meegenomen? Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond geweest. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is de hoogste tijd. Het is bijna 2:30. Ik ben al met de meisjes uit geweest. Elwing is al boven. Kandalf is al boven. Rijka ligt daar. Dus we gaan lekker erachteraan. En ik zou zeggen, lekker slapen gaan. Straks over een aantal uur weer gezond doen opstaan. En graag tot dan. Ik zou zeggen, wel rusten. Doei!